Henk de Vree van de Partij voor de Vrijheid. Ja. Het is een nek aan nek race met de VVD, hè? Ja, het is zeker een nek aan nek race. Ik ben voorlopig na 51% van de stemmen best heel tevreden, want we stijgen één zetel. Nou, daar moet ik gelukkig mee zijn natuurlijk, hè? Maar u had stiekem gehoopt misschien de grootste te worden. Nou, om heel eerlijk te zijn, hoop je dat natuurlijk altijd. Maar de kans daarop was natuurlijk niet heel erg groot. Dus ik ben voorlopig best wel tevreden. Ja. Wat betekent dit voor de onderhandelingen? Nou, dat als de andere partijen ons buiten willen sluiten, dat ze met 5 partijen samen moeten gaan. En dat is eigenlijk best wel veel. Ja. Oftewel, u komt in die coalitie. Nou ja, de garantie heb je niet, hè, want daar gaat de rest van de partijen ook over. Maar we maken denk ik toch wel een enige kans. Ja. Het zou voor de rest van de partijen best wel slim zijn, want ze ons in ieder geval de kans geven om mee te regeren. Want u staat open voor onderhandelingen, u wilt graag meedoen? Wij willen heel graag meedoen en ik denk dat wij er met een aantal partijen zeker uit zullen komen. Wat vindt u een belangrijk punt dat dan in zo'n coalitieakkoord naar voren moet komen? Is er één specifiek punt dat u zegt, ja, daar hebben we campagne voor gevoerd, dat willen we graag terugzien? Wij willen dat er bezuinigd wordt op subsidies en dat de wegenbelasting omlaag gaat. Dat zijn hele essentiële zaken waar wij voor staan en wat we al beloofd hebben. Dat is heel belangrijk. Het is nu nog 10-1. Denkt u dat er nog veel verandert? Ik heb geen idee. Nee, het duurt nog heel lang voordat het morgenochtend is, maar ik hoop dat er helemaal niks verandert. Nou, slaap lekker straks. Dank u wel. Bedankt.